Dit is het thema waar de altviolen mee beginnen in de Metamorfose van Strauss. En dat thema heeft Strauss afgeleid van de derde symfonie van Beethoven, de Eroica-symfonie. En dan het langzame deel daaruit. En dat is een treurmars. En dat gaat zo. Als je luistert en je hebt dat thema van Beethoven in je hoofd, om dan naar de Metamorfose te luisteren, telkens hoor je een partij die dat pakt. En soms gaat dat samen, soms tegen elkaar in. En dat wordt natuurlijk heel anders en op zijn Strauss en hoogromantisch uitgewerkt. Maar dat is heel mooi. Het is daardoor ook heel melancholisch. Het wordt natuurlijk ook steeds luider en steeds complexer allemaal samen. Maar ik vind dat zelf echt... prachtig.